Welkom terug bij CIO Day TV. En wat mogelijk gemaakt is door Sentia en Verizon. En we hebben vandaag, zit ik te praten met echt een hele interessante man. Fred Peters van Ganzenwinkelgroep. Je weet wel van, er is geen afval, er zijn alleen maar basisstoffen. En hij vertelde me een verhaal wat ik echt gewoon super interessant vind. Even eens over Ganzenwinkel. Van, ja. Wat is de omzet daar ongeveer? Ja, de omzet is ruim 1 miljard. Ja. En jij bent de CIO? Ik ben de CIO. Ja. En je hebt al 9 jaar. Ja. En dat is een heel innovatief bedrijf. Ja, we hebben kleine budgetten, maar dus we moeten heel creatief. 10% van de omzet is ICT? Nee, dat is helaas 2,5%. Dus 2,5%? Dan zou ik zeggen, ja, ze vinden ICT helemaal niet belangrijk. En dat is alleen maar een kostenpost en wordt zoveel mogelijk gedaald. Nou, we hebben heel innovatieve ideeën. We moeten heel creatief omgaan met geld. We hebben weinig geld, dus moet je heel creatief zijn. Nou, ik heb een heel goed team en zelf mag ik dat aanvoeren in alle innovaties en creatief. En zitten jullie al lang in de cloud en zo? Heb je dat al lang. Wij waren een van de eerste die Salesforce hadden in de cloud. We zitten met Office 365 natuurlijk in de cloud. Ik heb nog 15 leveranciers met applicaties in de cloud. Ja, ja. En noem maar eens 3 andere die misschien niet iedereen meteen evident kent. Eens even kijken, we hebben in de financing hoek hebben wij, we hebben in de BI hoek hebben we leveranciers waar noem eens we. We hebben Oracle en we hebben Actie, daar waar we in zitten. En daar hebben dat is ook niet de goedkoopste leverancier. Nee, we hebben ook al onze werkplekken hebben we natuurlijk geoutsourced, dat dan in de private cloud. Ja. Dat doen we ook al heel lang. Dat doen we met een Belgisch bedrijf, CGK. Dus dat gaat heel goed. Voor 2,5%. Nou, en het interessante is van, we hebben het altijd over als CIO. Hoe kun je nou de business veranderen, slimmer doen? Jullie eigenlijk verwerken afval. Nou, wat is daar nou gewoon innovatief aan? Ja, wij zamelen afval in en we recyclen afval. Ja. En daar gaat het met name over. Het verhaal over de koelkasten. Het verhaal over de koelkasten. Ja, wij recyclen per jaar 3,2 miljoen koelkasten. Allemaal uit Nederland. En allemaal uit Europa. Want zoveel koelkasten hebben we niet in Nederland. We halen ze uit Europa. Alle huisgezinnen zou elke dag. Dat bedoel ik. En ik doe geregeld ook voor het CIO-platform bedrijfsbezoek plannen. Hè. Dus ik ontvang andere CIO's. En dan komen ze bij ons en dat vinden ze altijd wel heel erg aardig, omdat het echt een productiebedrijf is. Ja, er gebeurt wat. Daar gebeurt wat. Je ziet ook wat. Financiële dienstverleners of verzekeringen. Geen mooie boardroom, gewoon een fabriek. Ja. En vervolgens hebben ze uitgenodigd in onze fabriek in Dordrecht, de recyclefabriek. En daar komen die koelkasten aan. Die gaan op een band en die worden dan op die manier geschredderd en er wordt van alles uitgehaald. Eigenlijk wordt ongeveer 98% van die koelkast wordt weer helemaal hergebruikt. Ja, alles gaat eruit. €25 die oorspronkelijke vergoeding. Voor die verwijderingsbijdrage. Ja. Die is overal in Europa? Zo'n verwijderingsbijdrage Europees? Daar zijn in de verschillende landen zijn er verschillende schema's. Okay. Maar wij kunnen ze importeren, wij kunnen ze daar dan recyclen. 98%. Nou, ik heb daar dat bedrijfsbezoek met die andere CIO's. En wij staan daar te kijken en dan zie je zo'n oude ATAG, 15 jaar oude koelkast over die band komen. En precies daarachter een Samsung van 4 jaar oud. En dat bracht mij op de vraag van wat is hier nou goed en wat is hier nou slecht. Ja. Een ATAG die 15 jaar meegaat, denk je nou prima ding, hè? Robuust, et cetera. Yeah. En die Samsung, helaas na 4 jaar afgedankt. Yeah. Vervolgens denk je, ja, maar die ATAG die vreet al heel veel jaren heel veel stroom. Yeah. Want die is echt niet zuinig hoor. En de spullen die je daarin hebt zitten, is een soort gas hè, voor de koeling. Dat is heel gevaarlijk gas. Ja, dus dat freon, dat wil je niet hebben. Ja. In die nieuwe zitten pentaangassen, dat is eigenlijk veel beter voor het milieu. Dus als je dat dan zo ziet, hè, dan denk ik, god, wat kunnen we daar nou mee? Complex. En, om een evaluatie te geven is precies. Complex. Ja. En als je zoveel koelkasten hebt, dan kun je wel een uitspraak doen over dit soort onderwerpen. Ja. Dus we hebben een innovatief project gestart, waarbij ik mensen aan de band met een handcameraatje alle informatie van het machine- en motorplaatje laat vastleggen. Daarachter zit OCR. Ja. Dat komt in een database, wordt gematcht met allerlei informatie die vrij beschikbaar is over die producten. Ja. En zo bouwen wij een hele kennisdatabase op. En als je weet dat onze vergoedingsschema's ook afhangen van de soorten koelkasten en de ouderdom, et cetera. En dan moet normaal gesproken per jaar moet een hele week onze plan dicht om met de overheid dan te inventariseren hoe wij onze vergoeding weer kunnen krijgen. Ja. En nu hebben wij deze informatie en dan kunnen we zeggen, joh, wij weten veel meer van al die dingen.
En wellicht zijn er meer. We gaan live en je kunt misschien geld krijgen uit de rapportages. Is het ook. Want er zijn misschien nog wel meer bedrijven of instellingen die geïnteresseerd zijn in die data. Ja, dus wij doen een andere Internet of Things. Gewoon, je wil gewoon die Things identificeren en daar rapporten uithalen. Ja, precies. En dit is echt een goede manier om te laten zien hoe jij met ICT value kunt adden to the zo business. Zo is het. Dat is ons bedrijfsmodel verandert een beetje van inzamelen, recyclen. We gaan ook data capturen en die kunnen we dan ook nog ter beschikking stellen, verkopen. Andere producten waar je hetzelfde mee kan doen, airconditioning? Kan, hè. Wasmachines, kan allemaal. Hè. Ja. Want heel vaak willen wij dus wel weten wat wordt er aangeboden om te recyclen en wat zijn daar de specificaties van. En de overheid moet daar eigenlijk mee gaan sturen. Ja, ja. Dus dat wordt heel interessant. Maar dan hebben ze nu ook data. Wanneer krijgen we de eerste rapportages eruit? Ja, zeg maar? Ik denk... Heb je een lijstje van... zijn al die Samsung's en krakken mee terug? Of, nou, dat kan ik nu nog niet zeggen. Want we moeten eerst een voldoende representatieve set data opbouwen. Dat begrijp ik. En ik wil ook inderdaad weten... Maar van, weet je wat nou aardig is? Wat kost het om te gebruiken? Ja, maar nou gelooft ons bedrijf erin... Hè, dat we straks dat je geen koelkast meer koopt... maar je zou gewoon gekoelde... ruimte kunnen huren. Okay, en van Ganzenwinkel die brengt je af en toe gewoon een nieuwe koelkast. Van Ganzenwinkel? Ja, okay. Want wij hebben heel logistiek. We zijn heel logistiek bezig. Ja, ja. Dus wij zijn logistieke provider. Dus we kunnen over onze routes kunnen heel goedkoop natuurlijk nieuwe koelkasten neerzetten, oude innemen, schredderen en recyclen en de materialen weer terug naar de producenten brengen. Okay. Die daar dan weer nieuwe koelkasten van maken. Zeker ook als er innovaties zijn. En natuurlijk, er zijn mensen die willen een rode smeg in de keuken. Hè? En dan moet dat per se zo'n ding zijn. Heb ik. Ik heb zo'n zilveren smeg. Maar goed, nou, zilveren, ja? Dat kan, is hè? Is dat een goede of niet? Ik zie ze weinig. Oké. Okay. Ja, ze blijven Belgisch, hè? Ze blijven wel bestaan. Ja. Hey, iets anders met... zou jij ook iets kunnen verzinnen rond dat probleem? We hebben... 18 maanden doen we met een telefoontje, een paar jaar met computers. Ja, die recyclen ook. We zijn natuurlijk allemaal bang dat dat allemaal spul door opkopers wordt gekocht en weggeflikkerd wordt in Afrika, waar kinderen met heel gevaarlijk spul. Nee, precies. Kunnen we daar iets aan doen? Dat kunnen we zeker iets doen. Want wij doen nu ongeveer 100.000 PC's recyclen. Daarom kunnen we ook niet meedoen met dat programma van Closing. 100.000. Dat is veel te weinig. Kan veel meer worden. Ja. Dus we willen daar ons ook in die schema's veel verbeteren. Ja, ja. Die dingen recyclen doen we ook. We doen ook allerlei soorten zonnecollectoren. Hoe zou je nou met CIO, hoe zou je nou met ICT-tools iets kunnen doen om te zorgen dat die apparaten op een goede manier worden gerecycled. Dat is in jouw belang. Ja. Want op het ogenblik ben je te duur om die computers te recyclen. Iemand koopt ze gewoon over, en flikkert ze gewoon ergens neer. Ja, ik denk dat we... Moeten we dat spul bij verkoop niet in een of andere centrale database stoppen? Zou kunnen, kunnen we volgen. En dan zou ook voor aanbieders van telefonie zou het heel interessant zijn om eens een keer te zeggen... we zijn nu telefoons op de markt die veel minder energie verbruiken. Leveren hem in bij een verganswinkelpunt. Wij collecteren die en we halen ze netjes uit elkaar. En je kunt helemaal transparant volgen. Ja. En ook ICT speelt daarbij een rol. De rapportage, het volgen van... Dat kun jij van... niet alleen maar doen. Hè? Dat moet dan ergens... Ja. Ja, Europa, Nederland... Wat zijn organisatievormen die werken? Ja, weet je wat het altijd werkt? Als het geld oplevert. Wij geloven niet zozeer in subsidies en die schema's. We zijn er een stukje afhankelijk om het op te starten. Maar uiteindelijk, als daar geen business value in zit, dan gebeurt het niet. Dus daar moet business value in zitten. En als je een schema creëert waar dat dan ook uitkomt, dat het voor consumenten, maar ook tussen personen... Maar stel, dus business, we hebben een verwijderingsbijdrage die wij betalen. Ja, dat moet stel vanaf. Dat je twee keer zoveel moet betalen voor die verwijderingsbijdrage als je niet serienummers en allerlei dingen opgeeft. En ook niet zorgt voor cradle to cradle en dat je een deal maakt, dat ding kan daar bij jullie verwerkt worden op een goede manier, dat er approved methods zijn. Ja. Maar als je een beetje mobile device management doet, als bedrijf zijn, wij hebben mobile device management. Ik heb 3000 van die telefoontjes in omloop in ons bedrijf. Ja. Ik weet er alles van. Ik weet waar ze zitten, hoe oud, et cetera, hoe ze gebruikt worden, et cetera. Ja. Dus ik kan ze ook zo innemen en vervangen door anderen. Okay. En dan zou ik ze kunnen recyclen. Dus dat kun je op die manier ook doen. Vet. Heel veel bedrijven kunnen dat. Vet, dankjewel voor een mooi voorbeeld over de koelkasten. En dat moeten we dus met al onze apparaatjes doen. En dat moet boven een bedrijf uitgaan. Dus dat is nog een beetje de vraag hoe we dat gaan regelen. Dit was CIO DTV. Mogelijk gemaakt door Cynthia en Verizon. We hebben binnenkort weer een geweldige genomineerde CIO van... Sanoma. Transavia. Nee.
die maar de winnaar natuurlijk. Ja. We hebben Sanoma heeft dan. Nou, daar gaan we zo meteen over praten. Dus blijf hangen, we komen zo meteen weer terug. Dankjewel. Zo, dankjewel. Hartstikke leuk.